Ik sta hier naast Wilna. Zij hebben Drokje overgenomen, is misschien een groot woord, maar jullie hebben een doorstart gemaakt met Drokje. Wil je daar iets, kun je daar iets meer over vertellen? Daar wil ik wat over vertellen. Herma Drokje is altijd, heeft hier in Drokje gezeten, daar is hier de foto van, atelier Drokje. En Herma Drokje is afgelopen februari is die overleden. En nu hebben de vriendinnen van Els, die vriendinnen van Herma, dat is Els en Gisela, de dochter, die staat daar van Herma. Die hebben besloten om Drokje voor te laten bestaan, om het weer op poten te zetten. Dat Herma's werk eigenlijk door kan gaan, dat het voortgezet wordt. Ja, wat betekent dat voor Wierde, denk jij? Ik denk dat dat voor Wierde betekent. Herma is toen eigenlijk wel een beetje degene geweest die begonnen is om de kunst een beetje naar Wierde te halen. Je hebt bij het atelier een grote beeldentuin. Jaarlijks werden daar grote evenementen gehouden, veilingen werden daar gehouden. Kunstenaars konden daar terecht met al hun kunst. Er was een galerie erbij waar ze werk konden tentoonstellen. En zo is het eigenlijk wel een beetje ontstaan dat de kunst in Wierde is gekomen. Ook al heel veel workshops werden er gegeven? Workshops werden gegeven, kinderpartijtjes kunnen er gehouden worden. Dat is nu nog steeds. We zijn hier nu ook flyertjes aan het uitdelen dat kinderen in de vakantieperiode voor een luttelbedrag kunnen steenhouden bij Els. Om de vakantie een beetje door te komen. We doen workshops inderdaad, voor bloembinden doen we, maar ook boetseren, schilderen. Je kunt bij ons glasfuse in mallen maken. Dus je kunt heel veel kanten op. En ik, zeg. Op de kunstmarkt zijn natuurlijk van allerlei soorten kunsten te bekijken. Je hebt schilderkunst, je hebt beeldhouwwerkkunst. En hier staan we bij een standje met fotografie. Fotografie. Dat is natuurlijk een fantastisch middel om ook kunst te uiten. Ja, zeker. Vooral met de moderne presentatietechnieken van tegenwoordig. Weet je soms gewoon niet wat je ziet. Maar zie je dus ook dat je veel nabewerkingen hebt op de computer? Of is het puur het moment van fotografie zelf? Nou, dat is het belangrijkste. Het moment? Het moment moet je pakken en dan dat is het belangrijkste. En daarna doe ik wel altijd corrigeren en eventueel bewerken. Ja. Oké. Okay. Heb je ook speciale objecten waar je het liefst fotografeert? Ik vind in kerken fotograferen, dat vind ik echt helemaal het einde. En dat heeft... De sfeer en de uitstraling van die gebouwen, daar gaat gewoon iets van uit. Lichtvallen, glas in lood, echt preekstoelen waar het mooi licht opvalt. En vooral ook als je in die hele hoge kerken bent en je kijkt dan gewoon zo omhoog. Ja. Denk ik van, geweldig. Ja. En geldt... dit is een aluminium plaat en die is een beetje opgeruwd. Daar heb ik een zwart-wit foto op laten printen. En wat in de foto wit is, wordt niet geprint. Dus daar komt de aluminiumstructuur mooi naar voren. Wij staan hier op de Wieso Kunstmarkt. En u bent? Lisbeth op den Rees. Nou, maakt u heel bijzondere schilderijen. Niet voor mij gebruikelijk. Kunt u wat over de techniek vertellen? Ik maak schilderijen in gemengde techniek. Dus daar gebruik ik allerlei verschillende materialen gebruik ik daarvoor. Ja, als ik er zo zelf op kijk, dan zou ik denken van... Een beetje zand misschien? Of heb ik dan iets heel doms gezegd? Ook. Zand komt er ook in voor, maar heel veel materialen. En dat is verschillend per schilderij. En hoe ben je op het idee gekomen? Want het is natuurlijk niet gebruikelijk. Nee, dat is een proces dat ontwikkelt zich gewoon door de jaren heen. Ik ben op mijn 12e heb ik mijn eerste schilderij gemaakt met dikke klodders verf. Dus ja, ik hou gewoon van dikke materie op schilderijen. En dan staan we bij een stand van Doris. Doris, wat is jouw onderwerp qua schilderkunst? Hoofdzakelijk danseressen en dan met name Spaanse danseressen. Ik heb helaas vandaag niet zo heel veel bij me, maar je moet een keuze maken. Ja. En het is temperament, emotie, gevoel ligt erin en de kleuren spreken voor zich. Ik zie veel kleuren rood erin. Is dat ook de kleur van de passie die je dan in het schilderij passie, probeert liefde, te leggen? Passie, temperament. En dat komt het beste tot uiting, vind ik. En heeft het ook te maken dan vaak ook met gezichtsuitdrukking, expressie van? Of is het puur de kleuren die je wil laten spreken? Het zijn de kleuren, maar je ziet bij deze, daar is ook de expressie vooral aanwezig. Ja. Mijn dochter zei al, van die kijkt wel heel erg boos. Maar ja, dat hoort bij flamenco, hè? Dat klopt.